Yo YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het een speciale video, niet zo, ja, eigenlijk heel speciaal, iets wat waarschijnlijk niemand, of ja, toch bijna niemand had zien aankomen. Het is een video samen met deze dude. Onder elke Instagram foto krijgen wij en vele andere mensen reacties van, geef ze een voorbeeld. Waar is Nathan? Waar is Acer? What the fuck? We zijn hier vandaag om jullie dingen die jullie niet snappen te verduidelijken. En hoe het nu echt zit tussen ons en die haatvideo's die zijn geüpload 3 maanden geleden. Die shit. Dus dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog. En ja, let's go. 3 maanden geleden ben ik uit de squad gegaan. Is het zo gewoon, ik ga niet zeggen dat ik gekickt ben, dat was niet zo. Veel mensen denken dat ik eruit gezet ben. Die avond zelf hebben wij zelf nog dingen besproken. Laten we het erbij houden, ik ben uit de squad gegaan. Wat er tussen ons is gebeurd, is een heel ander verhaal. Dat, je hebt squad verhaal. En dat van ons. En dat zijn mensen die dat zo gaan combineren. De video van Thies en zijn video had niks te maken met elkaar. Want Thies kent mij, denk ik, een jaar of zo. Ik en Ryan 3 jaar. Wat wij hadden, die video van hem, was over mij van 3 jaar. Wat Thies heeft gezegd, zijn dingen van hem, die hij heeft gehoord, zijn dingen van andere mensen die hij heeft gehoord, allemaal samen gemengd in 1 video. Wij gaan vandaag niks verduidelijken over dat. Wij zijn hier nu puur over zijn video, mijn video. En hoe het zit in het algemeen. Dus dames en heren, let's go! What the fuck, joh. Die was allemaal oorziektes. Ja. Eerst en vooral, toen ik de video had gemaakt, kwam eigenlijk een grotendeels door, zeg maar, de groep die dacht zo'n video te maken, Thies dus. En ik dacht van, ik ga dan ook maar mijn verhaal doen, want eigenlijk zat er, zeg maar, een stress tussen ons al een hele lange tijd, dat wisten wij beiden wel. Maar uiteindelijk, toen ik die video had gemaakt, was het, zeg maar, ja, dacht iedereen dat ik zo mee met de squad zo de haat op u aan het zitten was of zo. Maar dat was zo totaal anders, want al een tijd voordat wij twee in de squad waren geraakt, had ik zo al een beetje een stressgevoel. En dat kwam ook doordat hij zei zo van ons subs gemiddelde, dat wij zo de hele tijd competitief YouTube deden. En doordat eigenlijk kwam echt zo onze vriendschap in een, ik weet niet wat. Ongeveer precies 1 jaar geleden begonnen onze kanalen eindelijk, zonder de squad, wat we nu vertellen is los van de squad, precies 1 jaar geleden, we kenden het nog niet, we wisten niet wie dat waren. 1 jaar geleden gingen onze channels omhoog, we maakten Advanced Warfare video's, we uploaden heel veel en we werden echt bekende Belgische YouTubers. We begonnen echt te stijgen, wat toen heel veel was, 2000 abonnees. En we stegen altijd heel dicht bij elkaar. Ik had 2000, hij had 2100. Zo, we zaten altijd achter elkaar. Soms haalde ik hem eens in. En dan, we kropen de hele tijd over elkaar. En zo ging het door. Zo dingen brengen stress mee. Omdat hij altijd boven mij heeft gestaan. Je hebt altijd meer subs dan mij. Ja. En dan op een bepaald moment ging ik daarboven. En dat was zo. Als je geen YouTuber bent, snap je dat niet? Dat is zo. Dat geeft een raar gevoel. En toen zijn onze mentaliteiten zo een beetje beginnen vechten met elkaar, zo. Niet alleen meer op YouTube-vlak, dat begon ook over dingen te gaan die volledig los stonden van YouTube. En zo kregen wij gewoon spanningen, om het zo te zeggen. Ruzies over kleine dingen. En heel veel emoties en meningen van andere mensen die daar dan ook zeggen gingen mengen. De squad van vroeger, dan niet echt de Nederlanders. Ja. Gewoon echt de YouTubers van België, waarmee we vroeger heel veel spraken, gingen hun dan ook mengen in die ruzies. Ja. En dan kregen we zo echt gewoon groepen die tegen elkaar begonnen te vechten. Maar in het algemeen was het altijd ik tegen Ryan. Maar toch bleven we goede vrienden en hij is zo altijd blijven doorgaan. Tot op het moment dat we in de squad zijn gegaan. Ik eerst, toen jij later. Toen ging shit echt down. Op de een of andere manier, we waren altijd met 2 en Quinten. Ja. En toen was het zo. Wij 2 gingen samen met de squad. En toen ging onze vriendschap echt. Kom grotendeels door jaloezie. Ja. Telkens jaloezie op letterlijk alles, denk ik gewoon. En dat was niet alleen. Ik ben een hele jaloerse dude. En ik kan mezelf daar niet voor inhouden. En dat is voor alles. Dat is zo. Nu is dat grotendeels weg op YouTube vlak. Maar in het echt heb ik soms ook nog altijd zo dingen waarvan ik denk. Fuck. En toen hadden wij dat. En toen gebeurden er dingen waar ik echt van dacht. Waarom? Ik dacht dat sommige mensen iets tegen mij hadden. En dat ze me altijd gingen voortrekken en zo van die dingen. Maar wij vertelden dat niet tegen elkaar. Ik nam alles op en ging dat zeggen tegen andere mensen. Maar nooit tegen hem. En jij zei het tegen niemand. Ja. Jij stapelde alles op van mij. En op een bepaald moment, toen de squad en Casper, kastje op, allemaal samen dingen gingen zeggen, wat ze vonden over mij, wat hij al veel langer wist. Ja, toen wou ik dat gewoon kwijt, zeg maar. Hè. We hebben die video's verwijderd.
Om hele simpele reden. Op het moment dat je kwaad bent, ga je dingen doen die je normaal nooit zou doen. Als je een jongen wil slaan omdat hij net iets verkeerd heeft gedaan, maar je doet het niet, ga je daar de volgende ochtend blij van zijn dat je het niet hebt gedaan. Want dat was puur de adrenaline van dat moment. Dat was van, ik ga dat nu doen. En dat was met die video's ook zo. Persoonlijk vind ik dat we het beter tussen ons hadden gehouden en niet op YouTube hadden moeten smijten. Maar op dat moment zelf heb ik zelf ook gezegd tegen Ties, maak er een video van. Doe wat je wil, zet het op YouTube, maak er een video van. En dat is gebeurd. En mensen hebben meningen over die dingen, maar waar gebeurd is, is er gebeurd. Dus er zijn ook zo fanaccounts, zeg maar, voor al die video's gemaakt. Zo van, is het in hun agis? En zo, toen dat die video's eigenlijk van mij, hè, en ja, Ties online kwamen, was dat echt zo, die fanaccounts die wisten niet meer wat dat die, zeg maar, moesten doen. Fans van ons wisten niet meer wat dat die moesten doen. Kijkers die, zo gezegd, ons alle twee een fucking leuk YouTube duo vonden, gingen partij kiezen. Die gingen zeggen, oké, nu moeten we kiezen. En als je één van de twee kiest, moet je de andere kapot maken op elk mogelijk vlak. En dat is gebeurd. Mensen hebben een keuze gemaakt. Ik snap dat niet. Wat verandert er aan de video's? Even gewoon een korte vraag. Mensen die zeggen, ga alsjeblieft terug bij de squat. Als ik nu bij de squat zit, of niet bij de squat, verandert dat iets aan mijn video's? Ja, of dat die zo zeggen, blijf vrienden, terwijl dat die de situatie niet helemaal kennen. Snap je? Word terug vrienden, zo plots. Er is zo, je kan zo niet gewoon vriend worden. Als er iets is gebeurd, dan moet dat bijgepraat worden. Dan moet uitgepraat worden, dan moet allemaal gefixt worden. En even gewoon voor de duidelijkheid, ik weet, jij weet al, iedereen weet dat. Ik ga niet terug bij de squad. Sowieso, dat is zeker niet het geval. Dat is mijn eigen keuze, dat, zij weten dat zelf ook. Zij weten niet eens dat wij hebben afgesproken. Nee. Dat is echt allemaal tussen ons gebeurd nu. Ik ga niet terug bij de squad. Momenteel, 1, ik ben daar mentaal, dat wil ik gewoon niet. 2, ik heb allemaal dingen goed gemaakt buiten YouTube met mensen. Dan echt gewoon hier, vrienden van mij. 3, wij komen weer overeen. Ik kom overeen met de squad. We kunnen gewoon rustig met elkaar praten. We kunnen het goed vinden met elkaar. Dat vind ik niet dat het nodig is om terug bij de squad te gaan. Dat het ook gewoon leuk is om soms eens te skypen met hun. Soms eens iets te doen. Er is geen verschil. Als we nu bij de squad zitten of niet, er is geen verschil. Dus uiteindelijk dat die video's online kwamen, dat was ergens in... Wanneer was dat? 16 september. Dat was 16 september dat ik ook die video had gemaakt. Eigenlijk iedereen. En het probleem was, volgende maand was het eigenlijk een meeting waar dat wij, waar dat iedereen eigenlijk echt zo hard naar uit had gekeken. Wij zijn vorig jaar naar Gameforce gegaan. Wij hadden de beste tijd van ons leven. Nu net kwam dat eigenlijk aan. En wij wisten eigenlijk... Wij wisten dat dat niet goed ging komen. Alleen niet qua vechten of zo met elkaar. We gingen elkaar weer zien. Ik en heel de groep. Wel gezegd op een bepaald moment van, we moeten eens praten daar. Terwijl dat eigenlijk kijkers hun leven echt niet snapten, die ons zagen praten. Wat ik ook duidelijk snap, dat was echt de hele tijd, mensen snapten dat niet. Mensen stuurden ook berichten van, ik zag u praten met Nathan, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Maar, ja... Een ander probleem, die avond dat wij video's hebben gemaakt, zijn er dingen gebeurd op Twitter dat wij niet hadden zien aankomen. Meest getweete woord, meer dan 35.000 keer getweet in de laatste 3 uur, was Nathan. Zo dingen beïnvloeden YouTubers. Mensen hebben hun mening veranderd op YouTube om op te passen voor kijkers. Omdat ze wisten, oké, als we nu volledig gaan, ingaan op wat er is gebeurd, gaan we terugslag krijgen. Dus we gaan een beetje echt houden. Zo, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Mensen gingen zo video's uploaden, zo iets meer neutraal, zo neutraal mogelijk blijven. Grote YouTubers gingen hem mengen in de comments. Ja. Grote YouTubers die niks te maken hadden met de ruzie, gingen er video's over uploaden. Ja. Dat zijn dingen die het allemaal opfucken. En sorry hoor, maar dat is gewoon de YouTube community in Nederland en België. Ja. Ja. We zien iets dat ongeveer bekend aan het worden is, ook al is dat een fucking ruzie en dan gaan die daar zoiets van maken en dan denk ik dan zo. Dat is het probleem. In plaats van het gewoon tussen ons te laten, nee, duizenden andere mensen gaan daar ook meningvideo's over uploaden. Ja. Terwijl die niks, letterlijk niks. Die weten niks. Op YouTube, dat waren video's op dat moment gemaakt met de emoties van dat moment. Ja. In een video kan je niet zeggen wat er allemaal is gebeurd tussen ons. Ja. Er zijn dingen waar, er is, sorry maar, vind ik, nu is het echt weer heel veel bullshit van dingen die niet zijn gebeurd. Even serieus, ik heb nooit geld gestolen. Dat,
Dat is iets dat ik nooit zou doen. Geld stelen, ik geef geen fuck om geld. Dat is zo echt geen probleem in mijn leven. Mijn ouders verdienen mooi geld. Ik heb geen tekort of zo. Ik zou nooit geld moeten stelen. Ik weet niet of jij... Ik wist dat zelf niet. Dat dat gezegd was dat ik geld had gestolen. Op de YouTube gathering. Mm. Dus... dat heb ik nooit gedaan, als iemand dat nog zou denken. Wat ik heb gedaan is, ik heb gelogen, ik heb bullshit gepraat, ik heb mensen belogen, ik heb mensen bedrogen. Maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gedaan in de squad. En zie, eigenlijk, wij zijn eigenlijk nog kinderen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Als wij zo ouder waren, tuurlijk in je kindertijd maak je fouten. Ik upload elke dag een video en ik doe ook soms domme dingen. Zoals gisteren heb ik iets geüpload dat totaal te dom was. Even 400 dislikes erbij. Maar ik ben een kind, snap je? Het is niet omdat je een kind bent dat je nooit iets fout doet. En mensen zijn dan zo geschokt van... Oh my god, je doet iets fout! Jij bent een kind geweest, iedereen is een kind geweest. Hij is nog een kind, ik ben nog een kind, snap je? Wij zijn niet volwassen. En dan snap ik niet dat mensen zo doen van... Wauw, je doet iets fout. Oh my god, allee. Mensen schrokken daar zo van wat er gebeurd was met de squad. Ik ben ervan geschrokken hoe hard mensen daarom keerden. De reactie van sommige mensen was zo hevig. Dat ik dacht, jij hebt er niks mee te maken. Ja. Het is tussen ons, het is op YouTube gekomen, oké. Kijk, wij komen nu weer redelijk goed overeen met elkaar. De meeste dingen zijn uitgepraat. We zijn ook gewoon al even samen, dingen aan het opnemen, leuke dingen aan het opnemen. Er komen hele vette dingen online. Ik denk dat alles weer goed gaat komen. Of dat ik bij de squad ga, zoals hij al 1000 keer heeft gezegd. De squad is een vriendengroep, is geen quickscope clan. Waar dat je uit gekickt kan worden, waar dat je weer kan joinen wanneer dat je wil. Nee, dat is gewoon, als je daarbij komt, als ik terug ga in de squad, dan is het omdat ik het gevoel heb dat ik er terug bij ben. Dat is niet iemand die zegt, je zit terug bij de squad. Nee, dat het gevoel gaat er gewoon zijn. Even gewoon een makkelijke vergelijking. Als je met een meisje verliefd bent, ga je niet vragen naar haar, wil je met me? Ja. Dat is gewoon zo. Op een bepaald moment, klikt dat gewoon. Dan moet je niet zeggen tegen elkaar, wil je met me? Dan voelen jullie allebei gewoon daar iets is en dan... Gebeurt dat zo. Ja. Niet vragen en zo shit. Dat gebeurt gewoon. Kijk, ik kom hier overeen met hem. Ik denk dat alles goed aan het komen is. Ja. Ik heb er vertrouwen in. Samen zijn erin. Maar denk je niet dat mensen zo nog gaan denken van... Dude. Nee, maar... Allee, die mensen die zo... Er gaan sowieso verschillende meningen online komen over dit. Wat er nu vandaag online komt. Maar probeer je in te houden met comments. Als je zo denkt van... Oh, die doet dat voor dit, oh, die doet dat voor dat. Als je denkt dat wij dit doen voor de views, kijk eens naar onze Instagram-accounts. Kijk eens onder gewoon in de comments van video's die gewoon geüpload zijn. Nog altijd 10% van al die comments gaat over die ruzie. Wij dachten allemaal dat dat ging overgaan. Dat is niet zo. Mensen blijven daar gechoqueerd over. Dus dames en heren, ik denk dat dit wel genoeg update was erover. Ik denk dat dit groot genoeg uitlegje was erover. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Dames en heren, vergeet geen like, abonneer als je nieuw bent. Check uw sociale media in de...